Over passie gesproken, hè? Geweldig gedaan, dankjewel Ineke. Ineke Hin over biologisch boeren, ja prachtig. Ineke krijgt nog een pluim, want zij heeft zelf de slideshow in elkaar gezet. Daar hoefde onze technicus Joost helemaal niks aan te doen. Alleen maar instarten en zichzelf helemaal op de tijd van 7 minuten geprojecteerd. Dankjewel daarvoor. Theo en Julia, die kwamen in 1973 met hun jonge gezin terug naar Texel. Hij had in Eindhoven sociale academie gedaan, cultureel werk en intussen ook zijn vakdiploma boekhandel op zak. Zeer gemotiveerd om de winkel en van zijn schoonouders over te nemen, zei het niet al te zakelijk. Theo is na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met een hobby begonnen. Je kijkt me aan of je me niet gelooft. Ik vroeg me af welke. Waar haal je de onzin welke vandaan? Van de hobby's. Oh, welke hobby's? Ja, ja, ik ben ook net gepensioneerd. Ja. Ja. In zijn winkel aan de Binnenburg, Het Open Boek, heeft hij ruimte gemaakt voor de kleine expositie. De kleine expositie. Een dochter van het Open Boek, moet je nou zeggen. Eind jaren 90 kwam bij Christie's een schilderij van Willem Roelofs te koop. Een schilderij van de Kogerstraat uit, gezien naar het dorp. Nou, ik fiets daar elke dag door. Dat is interessant hoor, want die Roelofs is een belangrijke schilder. Maar wat is nou een belangrijke schilder? Hij was belangrijk omdat hij een stroming in gang zette van Hollands impressionisme, de Haagse school. Nou dacht ik, als je nou zo'n schilderij beschouwt als een foto, dan zitten we hier zo rond 1872, is veel op te zien. Het jaargetijde, je ziet mensen, een lage zon, de kerkklok, schaduwen, windrichting kun je zien, ooievaars en een maantje boven de Roemse kerk. Een sikkelig maantje. Zou je nou hieruit kunnen afleiden op welke dag het schilderij gemaakt moet zijn? Dat is een leuke vraag voor Kees de Jager. Samen hebben we er een artikel over geschreven voor het vakblad, voor het blad van de Historische Vereniging. De vraag daarna was, zouden er zo rond 1900 nog meer van die schilders op Texel zijn geweest? En waarom eigenlijk niet? Dat begint dan een leuk onderzoek dat nooit stopt. Je kunt een boel vinden in boeken, in ons beroemde kunstdepot van de gemeente vroeger. Vragen bij verzamelaars, veilinghuizen, familie van kunstenaars. Maar het ligt niet voor het oprapen, dus het wordt pluizen en puzzelen en ordenen. In het begin natuurlijk ook zonder internet. En zonder al die mappen die je in je computer tegenwoordig stopt. Al die mappen, die fysieke mappen, zijn later in computers gekomen. En vervolgens die hele computer weer in nieuwe computers. Het wordt er niet overzichtelijker op. En je snapt ook wel, het wordt een soort uitdijend heelal. Nou weet je van sommige schilders te veel, van anderen bijna niks. Sommige zijn beroemd en anderen hebben een fantastisch verhaal. Nou kun je niet overal zomaar een boek van maken, anders zou je dat doen. Maar om met al die opgedane kennis toch iets te doen, bedachten we 10 jaar geleden, gepensioneerd geraakt, de kleine expositie. Dan snijdt het mes aan veel kanten. Je kunt mooi werk lenen, je kunt het delen met mensen, je kunt het goed documenteren, je kunt het goed fotograferen. Je kunt vergelijken, verhalen erbij zoeken. Dan heb ik een paar voorbeelden van mooie exposities die we gehad hebben. In de eerste plaats was dat van Hendrik Lesage. Die kwam in 1929 naar de Koog. En hij heeft hier 5 jaar gewoond en er was niemand op Texel die een schilderij van hem had. Maar als je zijn werk ziet, dan snap je meteen wat hij hier zocht. Het is kort na 1927. Het verkadealbum Texel is net verschenen. Dat heeft hij gezien, zoiets wil hij ook. Dat kun je zien aan de lange, smalle formaten waarop hij schildert. En je kunt het ook zien aan de charmante, decoratieve stijl die doet denken aan oude schoolplaten. Ik vond het bar bijzonder. En ik kan je zeggen, ik had nooit gedacht dat zoiets op Texel geschilderd kon zijn. Dan heb ik met 3 oude kogers gesproken die zich de man nog goed herinnerden.
Als kinderen stonden ze zich na de schooltijd te vergapen tegen het glas bij Leen de Brave, want daar had hij een atelier achter de toekomst. Eerder was hij op een andere plek nog in de kost geweest, aan het Mieterglop. Dat was bij Hendrik Daalder. Maar dat was niet zo'n succes. Want af en toe liep hij deur en zodoende is hij daar op een dag nog zomaar lelijk weggeraakt. In 1935 ging hij terug, eerst naar Scheveningen en Amsterdam. Het ging niet zo goed. Kort na de oorlog raakte hij in een psychose en is toen opgenomen in een psychiatrische inrichting in Wolfheze. Daar is hij hoogbejaard geworden en heeft nooit meer geschilderd. Sneu. En al die jaren is de familie op zijn werk blijven passen. Dat deden ze goed, want zo heb ik in 2010 bij een nichtje een hele tentoonstelling Tessels schilderijen kunnen vinden. En eigenlijk was toen pas de eerste tentoonstelling van Hendrik Lesage ooit. En tot dusver ook de enige. Een ander voorbeeld is Conrad Kikkert met CK. Die kwam uit Den Haag en die moest natuurlijk naar Parijs in 1910, want daar gebeurde het. En in Parijs had hij een atelier samen met zijn vriendje Mondriaan. Hij kwam meteen met zijn neus tussen de cubisten te zitten. Die Kikkert was een bevlogen organisator en een grote stimulator van de moderne kunstkring. Dat was een groep Hollandse schilders in Parijs en die wilden in Amsterdam wel eens laten zien wat er aan spannends gebeurde in Parijs. Vanaf 1911 hebben ze grote tentoonstellingen georganiseerd met Franse kunst in het Stedelijk Museum Amsterdam. Denk je in, voor het eerst Cézanne, Braque, Matisse, Picasso, nog nooit in Nederland gezien. Sensationeel. Maar wat gebeurde er? In augustus 1914 zat Kikkert in Nederland. Hij zat vast, hij kon niet terug naar Parijs vanwege de Eerste Wereldoorlog. Hij had toen een nieuwe vriendin, Geertje van der Werf. En die wilde niet Tessel wel eens laten zien, want daar kwam zijn opa nog vandaan. En op Tessel voelde hij zich al snel thuis, want het was allemaal familie. Hij kocht een boerderijtje aan de Pijpersdijk. Hij noemde het naar zijn meisje Geertheim. Over de jaren van Kikkert op Tessel ben ik heel veel te weten gekomen. Vooral dankzij Dirk Zuidewind en het heldere oude geheugen van zijn vroegere buurmeisje Marie Illeman. En ook dankzij de dochter van Kikkert, die nog in het atelier van haar vader bleek te wonen. In Parijs, waar ze notabene een aantal grote Tesselse landschappen had hangen. Met die oude dame heb ik jarenlang gecorrespondeerd en informatie uitgewisseld. Later verhuisden ze naar de Auvergne, waar Tineke en Maarten een huisje hebben. En zo gingen wij in 2013 op visite bij de dochter van Conrad Kikkert. Ze was toen bijna 90. We kregen op de terugreis een busje bijna helemaal vol met de tentoonstelling naar Tessel. Die Kikkert die kende heel veel mensen. Het was een soort sleepnet. Hij nodigde iedereen uit om naar Geertheim te komen. In die jaren zie je dan bijvoorbeeld ineens Jan Toorop op de Badweg een aquarel maken van de Koog. Dat zit in het Rijksmuseum. Je moet niet denken dat je dat in een kleine expositie makkelijk mag lenen. Maar het is er wel. En in Geertheim, daar werkte Pieter Jan Zutphen voor die Kikkert. Het was een soort huisbewaarder. Die woonde in het voorhuis. Maar het is wel heel apart om te ontdekken dat de wereldberoemde tekenaar Escher van deze man een prachtig portret heeft gemaakt in een cubistische stijl. Blijkbaar heeft Escher ook in Geertheim gelogeerd. Ik bedank maar iedereen met een oud geheugen. En ik heb er een paar genoemd, maar Jaantje Daalder uit de Koog zou ik zeker niet willen vergeten. Nou, ik kan nog je kan nog uren doorgaan, ja, inderdaad. Ik kan en dat met één plaatje, dames en heren. Ja. Theo Timmer. Genoeg, hè?